Hallo, leuk dat je kijkt. Het is vandaag vrijdag 12 augustus. Ik heb net de vlog al geëdit van gisteren. Die was ik vergeten ook af te sluiten. Dus we gaan zien wat de dag vandaag gaat brengen. Veel kijkplezier. Zo, de wasmachine draait alweer. En ik ga nu weer een chocomel maken voor Samantha en voor mij. En dan gaan we eerst lekker buiten wat drinken. En de koekjes erbij. Even lekker buiten. Ik heb het huisje al aangeveegd. En ja, lekker, lekker bezig. Straks ga ik lekker het gras maaien. Dus. Zo, de was hangt ook alweer op. Dexter is al gestart. Pit, ik ga achterruigen. En ik ga zo meteen de voortuin maaien. Hij gaat af en toe moeilijk in zijn versnelling. Waar is Hoentje nou? Waar is Hoentje nou? Ja, die hield hij niet op, denk ik. Had hij wel op moeten doen, zo zet hij een verbrande kop. Maar ja, eigenwijs is ook wijs. Zo, het gastje in de voortuin is weer gemaaid. Samantha is voor mij met de kantenmaaier overal langs geweest. En Patrick heeft achter alles geruimd. Mede de trekker. Dus goed bezig geweest. Hoe heet Patrick zijn tomaat? Doe eens klaar, man. Godverdomme. Meneer wil suikerziekte. Kijk die suiker, man. Oké, ik wil je even kwallen. Nee, we zitten te eten. Dat was ik eigenlijk vergeten te filmen. Dit was extra, extra. Zo, we hebben vanmiddag gegeten. Het oven is nog warm. We hebben ons klaargemaakt en we gaan zo het water achter ons huis. Helemaal spreekt dus dat achter ons huis. Gaan we naartoe. Even wat lekker drinken en even wat aan het water zitten. Dus dat gaan we doen. Ik heb er eigenlijk niet veel over te vertellen, maar ja, dat. We zijn in Crystal Met, wij noemen het altijd Crystal Max. En daar lopen Samantha en Patrick al. En die gaan naar het bord kijken, want hier komt altijd met hoogseizoen een oude stoomlocomotief, stoomtrein, die mensen meeneemt. En wij willen eigenlijk wel eens een keer weten wanneer die komt en hoe of wat. Zodat we zelf ook een keer de toerist uit kunnen hangen in ons eigen regiootje. Want hier zit een water. Dat laat ik zo meteen nog wel een keer zien. Dat is helemaal breed. Precies eigenlijk achter ons. Alleen, ja, dat... Moet je wel eventjes een stukje voor omrijden. Oké, ik ga naar hun toe lopen. Daar staan ze hoor. Heepje en heepje bij het hek te bestuderen wat erop staat. Nou, ik ben benieuwd. Er al aan uit wat erop staat. Uit vers is 32 kilometer. Oh. Ik was net te laat, maar je lag er bijna in. Wat heb jij? Wat heb jij? Cola. Nee, die greep je van Samantha pakken die nou, maar je hebt gewoon daar bier. IJsje. En water. Oh, en ik ga niet water in hoor, met die vissen. We zijn weer thuis. Het is 5 uur en ik ga rusten. Ik ben katsverrot. Gisteren ook niet gerust, dat ga ik nou doen. En daarna zullen we vanavond gingen we ook video bellen met de ouders van Pet. En voor de rest weet ik het niet. Ik hou ook op.
maar praten, want ik ben moe. We zien ons straks. Zo, ik heb even lekker gerust. Het is 7:15 en we gaan zo meteen video bellen met Toos en Wim. En ik neem alvast wat eten. Althans, wat eten. Een zoutje en een zo mijn neus is verbrand. Ja. Een zoutje mee naar buiten, Shippy. Voor Zwante, voor Patrick en voor mezelf. Oh. Ja, moet nog even op de wereld komen. Maar het was even nodig. Lekker. Zo, vanavond zal ik het een keer niet vergeten om af te sluiten. Het is al laat. Ik lag al wel lekker te rusten op bed. Zwante ligt ook al lang in de tent. Volgens mij is Patrick in slaap gevallen op de bank. Dus ik ga de lichten uit doen en ga lekker slapen. We hadden vanavond nog spaghetti had ik gemaakt. We hebben lekker gegeten. En ja, dat was het. Ik heb het vergeten te filmen. Was vandaag een beetje moe. Dus dan was ik er ook niet bij. En dan vergeet ik ook gewoon te filmen. Nou, vond je het weer leuk? Doe dan alsjeblieft duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vind ik heel leuk, want daar help je mij mee. En vergeet ook niet op belletje te klikken. En tot snel. Joejoe!